Dierproeven, gezonde mensen of gezonde dieren. In Nederland worden voor het ontwikkelen en testen van medicijnen jaarlijks honderdduizenden dieren ingezet. De wet erkent de intrinsieke waarde van ieder dier. Intrinsiek wil zeggen dat elk dier een eigen waarde heeft. De wet schrijft verder voor dat dierproeven alleen mogen worden uitgevoerd als er geen andere methoden zijn. Maar er zijn ook wetten die voorschrijven dat medicijnen getest moeten worden voordat ze gebruikt mogen worden. Dat is om de veiligheid en de werkzaamheid van een medicijn te waarborgen. Ik voer onderzoek uit in het belang van de gezondheid van de mens. Voordat medicijnen gebruikt kunnen worden, moet ik kunnen aantonen dat ze werken en dat ze geen vervelende bijwerkingen hebben. Door al het onderzoek dat is uitgevoerd op dieren, hebben wij veel kennis over ziekte en medicijnen verkregen. Met de nieuwe inzichten en strengere wetten van tegenwoordig worden wetenschappers gedwongen meer naar alternatieven te kijken. In sommige gevallen lukt dat, maar in andere gevallen kan dat nog niet. Ik vind het dan ook belangrijk dat we proefdieren blijven gebruiken om goede en veilige medicijnen te ontwikkelen. Dierproeven moeten verboden worden. De dieren worden in te kleine hokken gehouden en ondervinden veel stress. En dat gebeurt zo om de mens gezond te houden. Dierproeven tasten de intrinsieke waarde en welzijn van dieren aan. Ik vind dat dit niet kan. Daarnaast hoor je ook steeds vaker dat de resultaten van proeven op dieren niet hetzelfde zijn voor mensen. Een dier verschilt immers van een mens. Het is dus maar de vraag of je op basis van dierproeven uitspraken kunt doen over het effect op mensen. Ik weet dat proefdieren al eeuwen worden gebruikt voor het ontwikkelen en testen van medicijnen, maar dat is geen reden om er gewoon mee door te gaan. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar alternatieve methoden om medicijnen te ontwikkelen en testen. Dus ik zeg, stop met het uitvoeren van dierproeven. Liever vandaag dan morgen. Ik heb suikerziekte. Er zijn medicijnen ontwikkeld die ze getest hebben bij honden. Met die medicijnen kunnen patiënten zoals ik beter behandeld worden. Ik weet dat de medicijnen die ik gebruik eerst getest zijn op proefdieren. En ik weet dus ook dat ze werkzaam en veilig zijn. Dat is fijn om te weten. Het maakt dat ik met mijn suikerziekte kan leven. Toch vind ik het ook een vervelend idee dat daarvoor honden hebben moeten lijden. Ik heb zelf honden en ik moet er niet aan denken dat die pijn moeten lijden. Dierproeven. Waar ligt voor jou de grens als het gaat om de gezondheid van de mens en het welzijn van het dier?